Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met in deze aflevering twee gasten. Straks praten we met Jan Wolberg, hij is de fractieleider van de PvdA in Neder-Betuwe. We gaan met hem praten onder andere over het nieuwe coalitieakkoord wat onlangs is gesloten daar in die gemeente. Maar nu eerst aan tafel Robert van Galen, laten we maar zeggen beschouwer als het gaat om de politiek in de regio. We hebben ook wat nieuws te vertellen, hè? Met de samenwerking rondom Omroep Gelderland. Komt er een nieuw project, kun je daar iets over zeggen? In aanloop naar de verkiezingen was er de mogelijkheid om op de website van Omroep Gelderland, Gelderland Stemt, te kijken wat alle politieke partijen aan programma's hadden, wat ze beloofden, wat er aan nieuws was. Nu gaat Omroep Gelderland in samenwerking met alle lokale en regionale zenders, dus ook met de regio Tiel. Ja, eventjes onszelf op de borst kloppen. Ja. We werden ook aangehaald als zijnde van chapeau. Goed gedaan. De vierde club van Gelderland die vrolijk meedoet met de nieuwsvoorziening, maar ook een aantal hits wat we daar gehaald hebben. Ja, en wat ze dus gaan doen is, als er een coalitieakkoord is per gemeente, gaan ze op die website zetten en ze gaan dan volgen wat daar eigenlijk van terecht komt. Dus koppelen de belofte vanuit een coalitieakkoord, koppelen aan wat gebeurt er nu echt. En ook kijken naar die partijen, wat hadden ze in hun verkiezingsprogramma staan en wat komt daarvan terecht. Nou, dat is een mooie manier om via de media de democratie te controleren, zou je kunnen zeggen. Dus Gelderland Stemt wordt de belofte en we gaan op die manier kritisch kijken naar wat is beloofd. Wat wordt er gedaan? Nou, dat is hartstikke mooi. Maar goed, we zitten er eigenlijk al jarenlang hier in de Tielse er bovenop. Er zijn ontwikkelingen. Er zijn ontwikkelingen. Ik wil het eigenlijk met je hebben over twee uiteenlopende zaken. Dus de Waalkade en dat is jeugdzorg. En nou hoor ik de kijkers denken, wat heeft dat nou met elkaar te maken? Ogenschijnlijk niks, maar in dit geval alles. Want bij beide zijn er forse financiële problemen. We hebben bij de Waalkade gehoord dat de wethouder in de commissie gezegd heeft, commissie Ruimte, dat er de aanbesteding in feite mislukt, omdat de kosten, de aanbesteding veel hoger ligt, het bedrag bijna 6 ton, hoger ligt dan het geld dat beschikbaar is. Even uitleggen hoe het in elkaar zit. Ja, doe eens. Er is 2 miljoen euro voor de Waalkade door de gemeente beschikbaar gesteld en 2 miljoen euro door de provincie. 4 miljoen euro dus. En in februari is gewoon gevraagd om daar weer meer geld nog bij te hebben. Omdat men al door had van we gaan het met het geld wat we nu hebben niet redden. Nee, toen is er 1 miljoen extra bijgekomen. Raad heeft ook gezegd van dat is goed. Dus de raad heeft gezegd dat moet gebeuren. Want die Waalkade moet natuurlijk echt opgeknapt worden. Ligt er echt afschuwelijk bij. De kademuur moet hersteld worden. Het moet een verblijfsgebied worden. Hoort bij het grotere plan Waalfrontontwikkeling. Dus beschikbaar 5 miljoen euro. Toen is nog gevraagd, 1 miljoen extra, krijgen we dan van de provincie ook nog een halve ton extra? Antwoord was nee, is in februari met de provincie gesproken. De provincie zegt, 2 miljoen, dat is het. En ook een keiharde deadline, hè? Moet voor 1 december 2018 klaar zijn. Nou, dat bedenken nog een krap halfjaartje. Ja, klaar zijn of dat men ermee begonnen is? Ja, dat weet ik ook niet meer precies, maar in ieder geval begonnen en er ligt een harde deadline. Ja, anders kun je die 2 miljoen vergeten. De provincie stelt zich heel streng op. Nu blijkt dus dat de aanbesteding te duur is, dus het project ligt nu stil. En dan zal, en de wethouder heeft aangegeven, het plan moet of versoberd worden. En dat is natuurlijk al een keer gebeurd, hè, want het hele grote ambitieplan rondom grote trappen is doordat de vergunning niet verleend werd door Rijkswaterstaat ook alweer een beetje teruggebracht naar een eenvoudiger plannetje. Ja, Robert, kan je even onderbreken? Wij hebben namelijk een filmpje van hoe het plan in eerste instantie eruit zou komen te zien. En daar gaan we nu even naar kijken. Thank you.
Nou, dat is echt wel een aanwinst voor Tiel. Hè? Als je het plaatje zo bekijkt, ziet het er fantastisch uit. Dat wordt prachtig. Alleen het probleem is nu, gaat dat ook echt komen? Want ja, weet je, als je commentator wordt, dan word je ook door de bedrijven soms benaderd. En dan zie je soms ook van, goh, wat de biedingen zijn. Ik heb een overzichtje gezien van de biedingen die er zijn geweest. Nou, die liggen tussen de pakweg bijna 4 miljoen en iets meer dan 5 miljoen euro. Kortweg gezegd, het zou voor het bedrag wat er beschikbaar was moeten kunnen. Ik moet er een kanttekening bij maken. 5 miljoen euro beschikbaar, 7,5 ton, iets meer nog, is er gereserveerd voor projectleiding, uitvoeringskosten, dat soort zaken, dus de begeleiding. Dat is meer dan 7 ton. Ja, dat is meer dan 7 ton. Netto zou er 4,2 miljoen beschikbaar moeten zijn voor de uitvoering. Het is dus raar dat er biedingen zijn die rond dat bedrag liggen en de wethouder zegt, het kan niet. Nou, we hebben hem gevraagd via appverkeer even, zo van, kun je onze toelichting geven? Want vindt het goed om hoor en wederhoor toe te passen? En zijn antwoord was dat hij het komende week door ambtenaren moet laten uitzoeken hoe het nou precies cijfermatig in elkaar zit. En wat mij ook opviel was dat er geen enkele commissielid en raadslid er vragen over gesteld heeft. Het was een mededeling en daar bleef het bij. Dus ja, zoals het er nu naar uitziet, en het is zo'n beetje ook voor ons inschatten van wat gebeurt er nu eigenlijk, zit dat project Waalkade op dit moment vast. Het moet of soberder of er moet meer geld bij, dat wordt gezegd. Maar hoe het nou precies in elkaar zit, de antwoorden krijgen wij op dit moment niet. En ik verwacht eigenlijk van de politiek dat ze de komende raadsvergadering van mei echt er een punt van maken en erop doorvragen hoe dat nou zit. Want het gaat om de smoel van Tiel, hè? Tiel, stad aan de Waal, ja, dat wordt altijd gezegd. En aan de Waalkade ligt nu een heel vervelend gebied. Dus jij zegt, ik heb cijfers gezien, het zou moeten kunnen voor die 4,2 zo'n beetje. Wethouder zegt, kan niet. Dat betekent dat er ergens nog kosten zijn gemaakt die nog niet inzichtelijk zijn. Dat zou kunnen. Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar het rekenwerk van de gemeente Tiel, op basis waarvan men blijkt dat het niet kan. Want het is natuurlijk echt een probleem als het niet zou kunnen. Als het niet kan, wat gebeurt er dan? Ja, weet je, dat is speculeren, maar ik kan me niet voorstellen dat die Waalkade zo blijft liggen zoals het er nu ligt. Ik heb wel eens gedacht, als er niks gebeurt, staan er binnen no time weer auto's. Gaan we daar gewoon weer parkeren. En of ze nou in de parkeerkelder staan van de Westluidense Poort of op de Waalkade, de inkomsten zijn er toch. En die vloeien allemaal keurig naar het parkeerfonds, waar overigens ook de parkeergarage uitbetaald wordt. Dus ja, weet je. De gemeente had ook al, dat vond ik in februari al een beetje apart, maar de uitleg was duidelijk, omdat de kosten hoger werden. Ja. Zelf inkopen gedaan, hè? Dus bijvoorbeeld die trappen die zijn er, speciale keien. Maar dat gaat al gewoon door, hè? Dus dat was ook in het nieuws. Daarvan heeft de wethouder gezegd, dat traject gaat gewoon lopen. Daar gaan ze geloof ik volgende week of de week erop al aan beginnen. Dus dan is het specifiek, zeg maar, waar veel geld in zit, is die kademuur. Is de kademuur en het gebied wat daar tegenaan ligt. Dus als je met de rug naar de stad toe staat, het gebied links, als aan de havenkant, met een wandelgebied en fatsoenlijk ingericht voor auto-parkeren. Dus ook bijvoorbeeld dan de kademuur bij het voormalige tankstation van Dijkhuis. Zeker, dat wordt er dan ook wel meer bij, ja. Dus een interessant project, blijven we volgen. Blijven we zeker volgen. Oké, je had het ook nog over de jeugdzorg. Jeugdzorg, weer een drama. Ja, zo kun je het wel zeggen. Ik even terugkijkend naar hoe het was. In 2016 was het jaar dat het sociaal domein ging veranderen. Hè? Dat weten we allemaal. Tiel verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg. Rijksoverheid jeugdzorg naar de gemeente gebracht. Met een flinke korting op de uitkering voor jeugdzorg. Want de gemeente zou bovenop de jeugdzorg zitten, de klanten beter kennen en dan zou het efficiënter kunnen. Mm-hmm. Nou, niks van dat alles is waar. In 2016 bleek halverwege 2017 forse overschrijdingen op de jeugdzorguitgaven. Ja, dat was vorig jaar. Toen is er stevig gediscussieerd. Twee raadsvergaderingen in juni geweest in 2017... over het in de vingers krijgen van de jeugdzorg. Ja, was dat rare verhaal van we hebben geld tekort. We hebben geld tekort. Ja, uiteindelijk kwam het allemaal goed. Tekorten waren weg. In één maand wisselde het meerdere keren het tekort. Nou, er werd gezegd, er zijn moeilijkheden met de zorgverleners als het gaat over de communicatie, het uitwisselen van gegevens, het indienen van rekeningen te laat. Kortom, allerlei problemen. Daar is toen van gezegd, gaan we verbeteren. De verbeterslag, daar hebben we vertrouwen in. Dat is ook gebeurd. Er komen praktijkondersteuners die beter in staat zijn kinderen die in de problemen komen sneller bij de juiste zorg terecht te laten komen.
Nou, dat alles heeft er nu weer toe geleid dat er nu een tekort is van 2,9 miljoen euro op de jeugdzorg. Nu al? Er wordt gezegd over 2017. En dan hebben we het over de maanden januari tot en met december. Na de eerste drie maanden werd al aangekondigd dat het een tekort zou zijn van 1 miljoen, was de verwachting. Hè? Dus ergens in maart, april werd dat gezegd. Nu blijkt het dus bijna 3 miljoen te zijn. De wethouder heeft in de commissie gezegd dat het, doordat er ook nog weer allerlei na-eil-effecten zijn, het waarschijnlijk nog wel weer wat terug zal lopen. Mm-hmm. Maar blijft dat het een enorm tekort is. Hij meldde zelfs dat er 120 kinderen in de zorg zitten met een traject van zo'n 10.000 euro per kind. Hoor wel, hè? 10.000 euro per kind. Dus dan praat je toch al gauw over ruim 1 miljoen euro meer. En wat ik bijzonder vond, Rini, is, ik heb gekeken naar hoe dat in de commissie aan de orde kwam. En in de commissie werden er vooral technische vragen gesteld. Een aantal fracties, bijvoorbeeld GroenLinks en Krachtig Tiel, reageerden helemaal niet. D66 stelde een aantal technische vragen. Dus de partij die ook een jeugdraad in Tiel wil, dus die ook iets wil doen met jeugd, maar kwamen niet verder dan technische vragen. Het CDA wilde onderzoek. En wat ik ook merkte is dat het VVD vroeg zich af, ja, welke knoppen kunnen wij nou draaien om ervoor te zorgen dat het gebruik van jeugdzorg naar beneden gaat? Wat is er eigenlijk aan de hand met jeugd? En als je nou eens kijkt, heb ik eens gedaan in de voorbereiding even op dit gesprek, naar de jeugdmonitor, de landelijke jeugdmonitor, dan scoort Tiel echt slecht, Rini. We hebben jongeren met zo'n 16% van de Tielse jongeren, kinderen en jongeren zit in de jeugdzorg. Dat is een heel hoog percentage in vergelijking met een aantal andere gemeenten. Als je dat landelijk bekijkt, hoe doet Tiel het dan? Dan doet Tiel het slecht. Dan staan ze echt heel hoog. Je zou dus kunnen zeggen, twee zaken. Of we hebben heel veel probleemgezinnen en probleemkinderen. Of bij ons is de jeugdzorg zo goed geregeld dat alle kinderen die er zijn hun weg naar de jeugdzorg vinden. De waarheid zal er misschien tussenin zitten. Maar wat je ook ziet is jongeren die in een bijstandsgezin opgroeien. Mm-hmm. Dus in de bijstand zitten met hun gezin. Dat ligt in Tiel ook veel hoger dan in omringende gemeenten. En daar scoort Tiel ook hoog. Criminaliteit onder jongeren. Kinderen die geregistreerd zijn als verdachten. Dan praten we ook over eind tienertijd, begin 20 jaar, ligt ook hoger. Nog hoger dan bijvoorbeeld in Rotterdam, Amsterdam. Dus dat onderzoek hoeft er eigenlijk niet zo heel veel te zijn. Ik heb een overzichtje hier voor me liggen. Nou, dat kunnen mensen zelf thuis ook nazoeken. Van de VNG. Waar staat je gemeente.nl? Kun je gewoon precies zien hoe de situatie in Tiel is. Dus dat zouden de politici hier in Tiel ook moeten doen. En ik denk dat het heel dringend nodig is dat er een soort van aanvalsplan jeugdzorg komt. Zo van, jongens, dit zijn de problemen. Wat kunnen wij doen op het gebied van veiligheid, werk, onderwijs, gezondheidszorg? Ja, goed, om de situatie beter te maken voor de Tielse jeugd en jongeren. Die politici die moeten zich daarin verdiepen, sowieso. Ja. Maar de ambtenaren, daar mag je vertrouwen in hebben. Dat zijn de professionals. Ja. Die weten toch wel hoe ze hiermee mee om moeten gaan. Ja, ik blijf even stil. Ik denk dat de ambtenaren moeten de opdracht krijgen om beleid te maken. Mm-hmm. Moeten de kaders aangereikt krijgen door de politici. Ze zijn heel erg gefocust op de uitvoering van de wetgeving. En wat je ziet is dat daar heel veel meerkosten tevoorschijn komen. Het is natuurlijk een open eindregeling, jeugdzorg. Je kunt niet zeggen, het geld is op, het is verbruikt, u moet maar tot volgend jaar wachten. Dat gaat niet. Het zou ook heel raar zijn natuurlijk, kinderen en jongeren die zorg nodig hebben. Maar ze zijn vooral belast met de inrichting van de processen, uitwisseling van informatie. Ja, voor zij mogen precies natuurlijk ook niet voorop lopen. Dus het ligt vooral, denk ik, in de raadzaal van Tiel op dit moment om met goede ideeën te komen om hiermee aan de slag te gaan. Ja. Daadkracht gevraagd. Zeker. En dan blijft het nog zo. Die knoppen, die zijn maar om aan te draaien, hè. Ja. Die zijn beperkt. Die zijn natuurlijk beperkt, maar je moet jezelf wel beseffen wat de situatie in Tiel is om überhaupt flankerend beleid te kunnen maken. Ja. Als je ziet dat de arbeidsdeelname van jongeren in Tiel lager is dan landelijk gemiddeld, moet je dus met het bedrijfsleven aan de slag om te kijken hoe je jongeren aan het werk kunt krijgen. Als je ziet dat veel kinderen in de bijstand zitten met gezinnen, moet je bedenken wat is er nodig om gezinnen van bijvoorbeeld laag opgeleide, want we zijn de laag opgeleide zijn er veel in Tiel,
relatief veel in Tiel. Om die naar de arbeidsmarkt te krijgen, moet je dus de goede bedrijven naar Tiel zien te krijgen. Die daarop in. Nou, zo moet je daar met elkaar naar kijken. En dat is niet in een half jaar geregeld. Nee, is lange termijn. Is lange termijn. En ik verwacht echt dat nu die cijfers voor de tweede keer zo dramatisch zijn, dat daar ja, het een of ander mee gaat gebeuren. En tot slot, Robert, we gaan je weer uitnodigen als er weer meer te melden valt. Kan ik je daaraan houden? Zeker, ik kom weer. Hartstikke goed. Graag gedaan. Jan, van harte welkom. Dank je wel. Er is een nieuw coalitieakkoord in Neder-Betuwe. Ziet er fantastisch uit. Dat zijn jouw woorden. Nou, ik weet niet of je mijn commentaar erop gelezen hebt, maar ik noem het een flutstuk. Het resultaat van knip- en plakwerk. En ja, ik vind het echt schandalig. Ja, goed, dat je daarmee durft aan te komen en dit te presenteren als een coalitiebeleid waar je gewoon de toekomst mee in moet. Dit gaat niet werken. Dus ik ben uiterst benieuwd wat de kadernota straks gaat opleveren. Als dan dit stuk nog niet aangepast is, nou dan wordt het nog een hete zomer. Men heeft ervoor gekozen om op hoofdlijnen een programma in elkaar te zetten. Op zich is daar wel wat voor te zeggen. Ik bedoel, je regeert 4 jaar en nu bepalen we het er over 2 of 3 of 4 jaar gebeurt. Dan kan de situatie kan natuurlijk heel anders liggen. Er zit helemaal geen lijn in, Rien. Het is geen hoofdlijn, het is geen kleine lijn, het is niets. Het is gewoon aan elkaar geplakt uit verschillende coalitieprogramma's. Er zijn wat poppetjes bijgezocht die toevallig toch wat vrije tijd hadden. Of toe waren aan carrière move. Nou ja, dat is het dus. Daar moeten we het mee gaan doen de komende periode. Maar mij niet wijs dat het zo makkelijk allemaal gelopen is. Nou, dat maakt het is serieuze business, hè? Het leidt nou ja, maar daarom kan ik me daar behoorlijk over opwinden. Jij schetst het nu net alsof het door een stelletje qua jongens in elkaar gesloten is. Nee, het woord qua jongens, hoor je mij niet noemen. Het is zo dat ik had hier gewoon meer van verwacht. Wij zijn gekomen met tijdens de coalitiebesprekingen met hele serieuze voorstellen. Mm-hmm. Daar is totaal niet naar geluisterd. We hebben een half uurtje, voor de bühne hebben we wat mogen zeggen. Dat geldt precies hetzelfde voor gemeentebelangen. Wij hadden een goede wethouderskandidaat op de achterhand. Dus wie was dat? We hebben dus bewust geen namen genoemd. We hebben gezegd van als er dus uitkomt dat we iemand voor financiën nodig hebben, dan hebben wij genoeg ervaren mensen binnen de Partij van de Arbeid die we dan hadden kunnen voordragen. Kijk, en dan van buiten de gemeente? Van buiten de gemeente. Nou, gemeentebelangen kwam met Rudine Berends. In onze ogen een prima wethouder op financiën. Totaal genegeerd. Eventjes terug naar dat coalitieakkoord. Hè. Haal er nou eens dingen uit. Je zegt van het is flut, het is niks. Het lijkt nergens op schandalig. Maar waar baseer je dat op? Nou, het zijn gewoon allemaal punten die we al kennen vanuit vorige zaken. Hè. Dus men zegt we willen meer woningen bouwen. We willen meer dit, we willen meer dat. We willen meer voor de ondernemers. Mm-hmm. Maar op geen enkele manier hoe er betaald wordt. Ik mis daar bijvoorbeeld ook in. Van kijk, je gaat er een nieuwe wethouder bij nemen. Nou, die man kost geld. Ja, 4 wethouders op, 2 of 23.000 euro. Nou ja, formeel moet het kunnen. Kan het net. Maar het is totaal niet nodig. En het is zo dat de SGP altijd geroepen heeft van we willen gewoon vast, willen geen pot verteren. Ja, dus dit is gewoon typisch een voorbeeld van pot verteren. Er is op geen enkele manier aangetoond de noodzaak dat die extra wethouder. Ja, ik snap het wel, als je met amateurs gaat werken, dan heb je meer mensen nodig. Maar had je gekozen voor ervaren figuren, was dat niet nodig geweest. En moet je kijken wat dit straks gaat kosten. Stevige uitspraak, Jan. Nou nee, maar dit is natuurlijk gewoon, dat kunnen mensen toch zien gebeuren. Ik heb gevraagd in de raad, wat gaat ons dat kosten, dat grapje? Er moeten extra ambtenaren moeten erbij komen, er moeten ruimtes moeten er worden aangepast. Maar men moest het antwoord schuldig blijven. Dus ik ben heel benieuwd wat er straks in die kadernota staat. En wie gaat er straks voor opdraaien? Dat zijn dus de verenigingen, dat is de bibliotheek, dat zijn een aantal punten waar wij van gezegd hebben van die worden weer het kind van de rekening, omdat er zo nodig een aantal mensen op het plus moeten gaan zitten. Maar ja, kiezer heeft gesproken, helder. Ik denk dat de kiezer, als ze dit terugzien, dat ze zich nog wel achter de oren krabben. En met name de VVD, ik denk van helemaal hoe je dus de liberale principes op die manier te grabbel gooit. Mm-hmm. Ik heb het voorbeeld genoemd. Ik zeg van, wat doen jullie dan als straks het dweilorkest op Dodewaard op zondag besluit om even een rondje door op Heusen te gaan maken? Mag dat? Nou, dan wordt er wat schaapachtig gelachen. En, Ben je nou boos of ben je nou teleurgesteld? Ik had hier meer van verwacht. En ik hoop dat er straks echt een spetterend programma ligt. Hè?
waar we allemaal de vingers bij af kunnen likken, maar ik hou mijn hart vast. Wat staat er te gebeuren de komende tijd in Neder-Betuwe? Ik bedoel, Mark Inke, de gedeputeerde, die heeft al aangegeven van, nou, wij maken ons best wel zorgen over bijvoorbeeld de Neder-Betuwe, maar ook over buren, als het gaat om samenwerking, over herindeling. Eigenlijk wordt het vanuit de gemeente, bij monden van burgemeester Kottelenberg, een beetje weggewoven. Er staat geen woord over in het coalitieakkoord. Men heeft het dan over de innige samenwerking. Want je weet waar die enige samenwerking uit bestaat? Er is een keer met overburen en een keer met Tiel is er een koffieavond geweest. En hebben ze de mensen gezellig met elkaar gepraat. En dat is dan zogenaamd de enige samenwerking. Er ligt totaal niks. Er is geen vervolg gekomen. Helemaal niet van hoe gaan we dat in de toekomst vormgeven. En ik vind het niet zo raar dat de provincie dan zegt van, wij zijn die gasten mee bezig. Dat gaat nooit wat worden. Jan, misschien dat jij dat weet. Medel 2, hè? Ja. Hoe is de ontwikkeling daarvan? Nou ja, ik kan daar op dit moment weinig over zeggen. Het is ook niet mijn dossier. Dus alles wat ik hier nu ga roepen, dat is gewoon onzin. Dat kijk beter aan een collega, Amy Matthijssen, die op dat dossier zit. Mm-hmm. Die is pas geleden daar geweest op het broodje. Nee, maar je weet toch wel een klein beetje de status. Er komen wat nieuwe ontwikkelingen. Kijk, Medel 2 is natuurlijk best wel in trek, om zo te zeggen. Dus, mm-hmm. Het is grondgebied van de gemeente Neder-Betuwe. Een typische voorbeeld waar die samenwerking goed zou moeten lopen. Juist op dat soort terreinen. Maar we zijn natuurlijk op heel veel terreinen zijn we natuurlijk al samen aan het werken in de regio. Nou, dat... Maar DHL bijvoorbeeld heeft gekozen om niet op Medel 2 te gaan bouwen. Of op Medel in zijn algemeenheid. Maar die is verhuisd naar Zaltbommel. Ja, nou, en dat is in wezen is prima voor Zaltbommel. Maar het is op zich is het jammer. Want er zijn natuurlijk wel grote bedrijven waar we ons voordeel mee kunnen doen. Heeft dat te maken dat die samenwerking eigenlijk helemaal niet loopt? Nou, die samenwerking is er gewoon niet. Het is zo dat incidenteel wordt samengewerkt en het wordt gewoon overgelaten. En dat gebeurt voor Tiel precies hetzelfde aan goedwillende ambtenaren. Als ambtenaren het leuk vinden met een collega uit Culemborg, dan wordt dat de gemeentelijke samenwerking. Er wordt niet gekeken of dat politiek beter op een andere manier kan. Dus ik ben zelf heel benieuwd. Volgende week vrijdag heb ik een afspraak met de fractievoorzitters van de Partij van Arbeid in Buren en van Tiel. En ik ben heel benieuwd hoe die in het verhaal staan. Want ik denk dat we onderhand ook als politieke partijen eens moeten gaan optrekken met elkaar. Om te kijken van ja, oké, hoe krijgen we dit schip vlot? Oftewel, nog werk genoeg te doen. Ja, zat te doen. Dus wat dat betreft, kijk het er naar uit. Never saai in de Neder-Betuwe, echt. Nou, we blijven jou volgen als het gaat om die politieke Neder-Betuwe. Mag ik je danken voor het gesprek? Ja, graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er binnenkort weer. Graag tot dan.